De fingerless gloves met de krokodillensteek onderaan. Goed. Zoals jullie in de beginpagina hebben gezien, is dat het gemaakt is met een boordpatroon. Het is een dubbele boordpatroon rondhaken. Ik heb daar al een filmpje van gemaakt, die kunnen jullie terugkijken. Daar wordt in uitgelegd hoe dit te werken. Dit is een meervoud van 4 steken. Dit zijn 4 steken. Echter, het krokodillenpatroon vereist 6 steken. Kijk of het lukt met een meervoud van 12 stokjes opzetten voor het boordpatroon. Indien niet en je hebt bijvoorbeeld met 12 stokjes echt te veel, houd het boordpatroon 4 aan. 4 steken. En probeer daarna, als je de breedte hebt bereikt van de ribbel, de boordpatroon dubbel wat jij wil, de toer daarna even rondmaken met halve stokjes. En zorg daarna voor dat je uitkomt op een meervoud van 6 stokjes of halve stokjes wat je zelf wilt. Regel dat even, dat je dan bijvoorbeeld in de buitenkanten of hier en in het midden achter de steken meer, totdat je uiteindelijk op de stekenaantal van 6 bent uitgekomen. 6, 6, 6, 6, 6, 6 en rond. Goed, ik kom uit, ik heb 3 keer 12 steken opgezet, dus meervoud van 4, dus eigenlijk een meervoud van 6. Boordpatroon 5 is 4, maar voor het krokodillensteek heb ik er 6 nodig. Enfin, we gaan beginnen met de basis maken voor de krokodillensteek. Ik heb hier gesloten mijn halve vaste in het eerste relief stokje voor. Ga ik 3 losse ophaken. Daarnaast, in het volgende relief stokje. Hou er rekening mee, je werkt aan de goede zijde van het werk, dus de werklus zit al rechts van de steek. Dit is nummer 2. Nu, 1 losse haken. 1 steek overslaan en in de volgende 2 maak je een stokje. Dat is 1 en dat is 2. Nu weer 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 2 allebei een stokje maken. En weer 1 losse. Nou, dan hebben we dit. Dit haak je rond tot je in het begin bent en dan sluit je weer met een halve vaste. Goed. Ik heb de laatste 2 stokjes gemaakt, haak ik 1 losse en sluit ik in de derde lus van de 3 die je in het begin hebt opgehaakt. Zo, we hebben de basis gelegd voor de krokodillensteek. Wat we nu doen, we zetten eerst nog een halve vaste in de volgende steek en dan gaan we het werk een kwartslag draaien. Je ribbel ligt nu naar links. Nu gaan we beginnen met het eerste schulpje van de krokodillensteek. Je slaat je naald om. Hier heb je die 2 stokjes met losse ertussen en losse ertussen. Om dat buitenstokje heen gaan we eerst 5 stokjes maken. Dus normaal haak je zo, maar we draaien nu het werk een kwartslag. Dan heb je die 2 stokjes naast elkaar en neem je het bovenste stokje en daar haak je 5 stokjes omheen. Dus je gaat er eigenlijk tussen de 2 stokjes door en dan weer terug omhoog en heb je het stokje te pakken. Nou, daar haak je 5 stokjes. 1, nog een keertje eromheen. Oh. 2, dat is 3, dat is 4 en dat is nummer 5. Haak je 1 losse en dan draai je de hele boel naar rechts. Nou wijst die naar rechts. Dan leg je die dubbel. Normaal hangt het een beetje zo, dan leg je even van je af. Dus hier het volgende stokje. Dan gaan we daar 5 stokjes omheen haken. Dus deze. Omheen haken. En je stokjes maken. 5 stuks in totaal. 1. Tweede stokje. Derde stokje. Vierde stokje. En het 5e stokje. Heb je het werk naar rechts liggen, draai hem van je af en keer hem zo. Ja, dus je gaat naar de binnenkant. Dan zoek je de volgende 2 stokjes op en daartussenin maak je een vaste. Nou, leggen we het weer neer. Heb je eerste gemaakt. Dan draai je het werk weer naar links. En dan gaan we de volgende opzoeken. Dus hier heb je dus je vaste tussen gezet. En dan gaan we gelijk naar de eerstvolgende. En daar maak je weer 5 stokjes omheen. Dus weer
om het stokje heen, draad ophalen en je 5 stokjes maken. Dat is 1, 2, 3, 4 en nummer 5 plus 1 losse. En dan draai je het werk weer die kant op. Dan leggen we het schelpje weer neer en dan zien we hier het volgende stokje van de 2 stokjes. En daar haak je weer 5 stokjes omheen. Dus wat je eigenlijk doet is een schelpje maken om en om. Dus eerst de 2 stokjes maak je een schelpje, volgende 2 stokjes maak je een vaste. Volgende 2 stokjes maak je een schelpje, volgende 2 stokjes maak je een vaste. Dus nummer 4 en dat is nummer 5. Draai je hem weer van ons af. Nemen we hem binnenste buiten. Hier hebben we omheen gehaakt en hier is de volgende. En daar maak je weer tussenin je vaste. Nou leggen we het werk weer die kant op wijzend. Hier hebben we de vaste gemaakt, dus gaan we daar de volgende schelp vorm maken, schubje maken eigenlijk. Hè. Dus weer om de eerste heen, dus de bovenste die je vanaf je werk ziet. 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4 en nummer 5 plus 1 losse. Dan draaien we het werk weer naar de andere kant. Leggen we hem zo neer. En dan zie je hier het volgende stokje. En hier je losse ruimte. En dan gaan we om het stokje heen. Weer 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Nu draaien we het werk weer van ons af en trekken we omhoog binnenste buiten dus. Hier hebben we gehaakt, hier is de volgende en daar haak je een vaste tussenin. En dan weer het werk naar links wijzen enzovoort. Zo ga je de toer rond tot je bij de laatste V bent. Dus de laatste 2 stokjes. Ik ben mijn toer rond en ik moet hier nog mijn laatste vaste maken. Die maak ik tussen de stokjes in. En dan zoek ik hier het eerste stokje op. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is hier. En dan pak ik daar de lus op om de toer te sluiten met een halve vaste. Goed, dan zijn we gelijk aan de kant waar we willen werken. We gaan naar deze hier. Je ziet hier al die stokjes omheen zitten. Daar gaan we in werken. Dus wat we doen is... stokje en nog een stokje. 1 losse naar de volgende. Dit zit hier. Haak je van achter naar voren. Hier zitten 2 stokjes en hier zit je vast. Van achter naar voren, eronderdoor, door het gat heen. Hier doorheen. Precies tussen stokjes door. En daar haak je 2 stokjes. 1. En nummer 2. 1 losse. Zijn we weer bij de groepjes van 5 stokjes waar je het blaadje hebt gemaakt. Het schulpje. En dan maak je weer 2 stokjes. 1 losse. Hier is de volgende. Daar waar je de vaste hebt gezet, dan ga je er doorheen. En dan maak je weer 2 stokjes. 1, 2. Zoals je nu ziet, werken we van de binnenkant uit. Hier is de volgende. Vergeet niet je losse te maken. En maak daar 2 stokjes. 1 losse. Hier is de volgende. Daar zit de vaste. Hier is het gat. Daar maak je weer 2 stokjes. 1 en 2. Plus een losse. Hier is de volgende. Daar maak je weer in het midden 2 stokjes. Dit herhaal je de hele toer door. Ik heb mijn laatste 2 stokjes gemaakt daar waar de vaste is geplaatst van de voorgaande toer. En dan ga ik de toer sluiten met een halve vaste. En we draaien het werk. Goed.
Wat je nu doet is halve vast te maken tot de twee stokjes links van je naald. Dus hier. Dat is nummer 2 en dat is nummer 3. En nu gaan we weer beginnen met het schelppatroon. Dus weer werk naar links draaien. Hier zie je een stokje. Bovenste stokje haak je eerst 5 stokjes omheen. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Plus 1 lossen. Werk naar rechts draaien. Gedeelte neerleggen en dan zie je het volgende stokje en daar haak je weer 5 stokjes omheen. Vergeet niet je lossen te maken naar de 5 stokjes. 2, 3, 4 en nummer 5. En dan zoek je weer in het binnenkant de volgende 2 stokjes op en daartussenin maak je weer een vaste. Nou, dit herhaal je door de hele toer heen en dan zie je dat je nou dus tussen de 2 paddles, zoals ze dan op z'n Engels noemen, dus tussen de 2 vormpjes in, maak je eigenlijk het volgende vormpje. Dit herhaal je weer door de hele toer heen. Daarna ga je weer de stokjes maken, 2 stokjes lossen, 2 stokjes lossen, binnenste buiten. Ja, dan draai je werk weer om en dan ga je altijd naar de 2 stokjes links van waar jij hebt vastgemaakt. Dus je schuift elke keer eentje op. Nou, dit ga je lekker herhalen tot de gewenste hoogte. Ik heb in de fingerless gloves die ik al gemaakt heb, 1, 2, 3, 4 banen gedaan. Ik ga nu dus ook 4 banen maken en dan kom ik terug bij jullie met de rand aanzetten voor het eerste deel tot aan de duim. Goed. Ik heb dus 4 toeren gemaakt met paddles. Er zijn dus in totaal 8, hè, want je moet een toer maken voor de basis om de paddle te kunnen maken. Ik heb 1, 2, 3, 4. Ik heb gesloten mijn halve vaste in het eerste stokje. Ik draai nu mijn werk naar de goede kant. Nu ga je stokjes haken rondom. Hier heb je je vaste gemaakt. Dan maak je daar gelijk halve stokjes. Een half stokje. Dan draai je je werk iets dat je het onderste balkje krijgt. Dat is het balkje waar je je basis van gemaakt hebt. Dus die 2 stokjes, losse 2 stokjes. Daar haak je een half stokje. In de paddle midden haak je een half stokje. In de volgende hier haak je een half stokje. Dan kom je op dit punt aan waar je de vast hebt gemaakt. Daar haak je omheen ook een half stokje. Volgende paddel weer, de onderste, een half stokje. In het midden weer een half stokje. Op de andere kant van je paddel ook weer een half stokje. En weer tussen de 2 paddels in een half stokje. En zo ga je de hele toer rond. Dan ben je de toer rond en dan sluit je met een halve vaste. En dan alle steken die je tegen bent gekomen, ga je weer een halve vaste maken. Je begint direct daar waar je hem gesloten hebt. En zo ga je alle steken weer oppakken. Ik zal even nog een stukje doen. Dus alle halve stokjes die je gemaakt hebt in de voorgaande toer, haak je weer met een half stokje. Kijk, zo ziet het er dan uit. Dit herhaal je de hele toer door tot je weer in het begin bent. En dan sluiten we weer met een halve vaste. Dus halve stokjes rondom. Dit ga je herhalen. Halve stokjes rondom. Totdat je bij begin van je duim bent. Dus als je dit doet, zie je hier een deukje, daar ben je dan. Dus eigenlijk begin van de pols. Begin van de pols naar de hand toe. Tot daar haak je. Zal je ongeveer zo'n stukje hebben. Het zal niet heel veel zijn, een klein stukje maar. Tot hier en dan gaan we starten met de basis leggen voor de duim. Je ziet, de duim steekt altijd buiten jouw wijsvinger.
Dus we gaan hier straks een stuk meerdere om de duim mooi in te gaan werken. Goed, dat gezegd, je gaat nu het stuk haken tot je hier bent en dan gaan we beginnen met meerdere. Goed, ik heb dus 3 toeren gemaakt. En nu ga ik beginnen met de duimschat. Doen we in de eerste steek gelijk 2 halve stokjes. En dan haak je rond tot je weer bij de 2 halve stokjes bent. Dan heb je de eerste meerdering gedaan. Ja, dus in het begin 2 halve stokjes in hetzelfde gat. Helemaal rond haken en hier sluiten met een halve stok, met een halve vaste. Hut. Nog even kort uitleg. Ik heb in de eerste 3 toeren dus 26 steken rondom gehad. En ik heb nu na de eerste meerdering 27 steken. Ik heb de toer gesloten met een halve vaste. Dan gaan we eerst 1 half stokje maken. En in de volgende 2 halve stokjes. 1 en 2. Dan ga je weer rondhaken. Met alleen maar halve stokjes. En dan zie ik jullie zo weer terug als ik bijna bij het einde ben. Ja, dus 1 half stokje maken en dan in de volgende 2 halve stokjes. Geëindigd op half stokje nummer 27 met het dubbele meegereikt. En doe je in de laatste steek nog eens 2 halve stokjes. Dan heb je 29 halve stokjes. En sluiten met een halve vaste. Nu de volgende toer beginnen. We gaan altijd voor beide halve stokjes weer meerderen. Dus we gaan nu eerst 1 half stokje haken. De tweede. En in de derde maken wij 2 halve stokjes. En dan ga je de toer weer verder met alleen maar halve stokjes. En dan zien jullie mij zo weer terug met het laatste stukje voordat we de toer gaan sluiten. Dus je begint met 1, 2 halve stokjes en dan in 1 gat 2 halve stokjes. En dan de halve stokjes door en dan zien jullie me straks aan die kant weer terug. Ik ben de toer rond en hebben we nog 1, 2, 3 steken over. Je ziet hier het veetje, dus de 2 halve stokjes. Dan ga je voor het tweede halve stokje ga je een meerdering maken. Dus 2 halve stokjes in 1 lus. En dan maak je nog 2 halve stokjes. En nu heb je als goed is 31 halve stokjes rond. Nou, sluiten met een halve vaste. En dan gaan we door met de volgende toer. Dit is de toer waar we niet meer gaan meerderen. We gaan nu gewoon rondhaken. Dus je gaat in alle stokjes dat je tegenkomt, maak jij een halve stokje. Dus je gaat beginnen 1, 2, 3 halve stokjes. 4 halve stokjes. 5 enzovoort totdat we weer in het begin zijn en dan sluiten we weer met een halve vaste de toer af. En dan gaan we door met de volgende toer. Goed, dit was de toer met alleen maar halve stokjes zonder meerderingen. We gaan nu weer meerderen. We gaan nu eerst 3 stokjes haken, 3 halve stokjes haken. 1, 2 en nummer 3. En dan zul je zien dat het eigenlijk best meelijnt met de andere halve stokjes meerderingen. Dus je zou hier dus nu dus een meerdering moeten maken. Dus je maakt daar 2 halve stokjes. Dus 1, 2, 3 halve stokjes en in de vierde maak je een meerdering. Dit ga je rond tot je hier weer bij de andere kant bent. En dan zie je hier je meerdering en dan weet je dat je hier je meerdering moet maken nu. En dan heb je nog 1, 2, 3 steken over. En dan sluit je hem een halve vaste. Ik ga de halve stokjes even rondmaken. En dan zien jullie mij terug bij de andere kant van de meerdering. Goed. Ik heb hier het veetje met het ene, niet de laatste toer, maar de toer ervoor. Dus dan moet ik hier mijn meerdering gaan maken. Dus dat is 1, 2 stuks erin. Plus 3 halve stokjes, want die heb je in het begin ook gemaakt. Plus nog 1 half stokje extra om het begin op te vullen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb je in het begin direct ingestoken in het gat waar je je samengehaakt hebt. Maar ik ben nu dus mijn
eerste steek niet in het gat waar ik hem samengehaakt heb, maar die daarnaast gaan doen. Ik zal jullie laten zien. Hier sluit ik hem met een halve vaste. En het eerste deel voor de eerste toer dat je niet meer meerdert, heb ik hem hier ingestoken. Maar je moet hem nou daarin steken. Je kan hem ook hierin steken, dat maakt niet uit. Ik heb dan de voorkeur om het laatste nog eentje erbij te maken, dan in het begin nog eentje bij te zetten. Dat is geheel aan jou. Je kan het verder gaan als op deze manier. Dan moet je hier één stokje maken en 1, 2, 3 maken en dan je meerdering. Goed. We zijn nu hier aangekomen bij de meerdering. Nu gaan we weer niet meerderen. Dus we gaan nu weer gewoon één toer maken zonder meerderingen. Ik haak deze rond en dan zien jullie mij zo weer terug. Ik heb de toer rondgehaakt, gesloten met een halve vaste. We gaan nu 4 halve stokjes haken. 1, 2, 3, 4. En als je dan goed kijkt, zie je hier de meerdering van de halve stokjes. Hier heb je de toer normaal. Dan moet je in deze de volgende meerdering gaan plaatsen. Dus daar maak je 2 halve stokjes. En dan ga je weer rondhaken tot je aan de andere kant bent. Tot je de meerdering ziet van niet de toer hiervoor, maar de toer daarvoor. En daar maak je weer de meerdering. Goed. Ik heb hier mijn meerdering, maar we moeten nu aan de linkerkant maken. Dus je telt het terug. Dus dat is de stokje die je extra moet maken. Dus 1, 2, 3, 4 is hier de plek waar ik mijn meerdering moet maken. Waarom moet ik hem aan de linkerkant doen? Hier aan deze zijde, omdat je de toeren meegaat. Als je het werk zou draaien bij elke toer, heb je daar geen last van. Dan zitten ze kaarsrecht bovenop elkaar. Maar omdat ik hier nu meerder aan die kant, komt hij aan deze kant en aan de andere kant terecht. Dus, even kort uitgelegd. Als je hier de V hebt, als je linksaf gaat, komt hij aan die kant ervan. En ga je de toer rond en je hebt hier de V en dan komt hij aan de linkerkant ervan. Dus we gaan nu hier een meerdering maken. 1, 2, plus 4 halve stokjes. 1, 2, 3, 4, plus 1 extra, dus nummer 5. En sluiten met een halve vaste. Nu ga je weer 1 toer haken zonder meerderingen. En dan zie je mij zo weer terug en dan gaan we beginnen met de duim creëren. De vingergaten creëren. Om te bepalen waar de vingertjes doorheen kunnen komen en waar je een mooie ruime vingeropening kan maken. Vanaf de aanhechting tel je 6 steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan zet je de stekenmarker. Dan 1, 2, 3 steken marken. 1, 2, 3 steken marken. 1, 2, 3 steken marken. Dan draai je je werk om. Dan pak je hem weer van deze kant af en dan tel je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plaats je een steken marker. 1, 2, 3 steken marken. 1, 2, 3 steken marken. 1, 2, 3 steken marken. Dit is gerekend op een basis aanzet van 26 halve stokjes. Mocht jij meerdere stokjes opgezet hebben omdat jouw pols breder is, zorg ervoor dat dit deelbaar is in drietallen of in viertallen. Want als de pols dikker is, zijn vaak ook de vingertjes wat dikker dan de mijne. En de rest is voor je duimschat. Duimschat begint eigenlijk daar waar jouw V-steek, je laatste meerdering is geweest. Daarboven is altijd het begin en het eind van je duimschat. Ja? En wat er dan overblijft, moet deelbaar zijn door 4 vingers. Bij mij zijn er dus 3 steken, plus het einde 1, 2, 3. En 3 de andere kant op. Oh. Goed. Nou niet denken van, boel, dat is wel erg smal. We gaan het aanhaken en dan zul je zien dat het reuze meevalt. Goed, duimschat, duimvorm creëren.
gaan we eerst 6 steken haken. Dus eerst de eerste. Halve stokjes nog steeds. 2. 3. 4. 5. En nummer 6. Dat is waar jouw stekenmarker is geplaatst. Dan draai je het werk. Daar waar je stekenmarker hebt geplaatst, ga je verder. Dus nummer 7. 8. 9. 10. 11. En nummer 12. En we sluiten de toer met een halve vaste. Nou, dan gaan we nog een toer doen. Dus weer 1, 2, 3, 4, 5. Dan moet je even werk een beetje meedraaien. 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11 en nummer 12. En sluiten met een halve vaste. Ik heb voor mijn wand heb ik 3 toeren halve vaste rondgemaakt. Zal ik ook even met jullie doen. 3. 5. 6. Waar is die? Daar. 7. 8. 9. 10. 11. Nummer 12. En de laatste toer heb ik afgerond met alleen maar vaste rondom. Dus 12 vaste. 1. Oh, ik zit in het draad vast. Daar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, nummer 12, sluiten met een halve vaste en ik hecht af met mijn hupsa manier door 2 losse knippen en aantrekken. Nou is de eerste vorm van de duim gecreëerd. En dan gaan we zo verder met nog een klein stukje opbouwen voordat wij met de vingercootjes, hun vingertjes beginnen van de hand. Zie, we moeten hier nog een klein stukje gaan doorhaken voordat wij bij de aanhechting zijn van de vingers. Goed. We gaan nu een aantal toeren maken. In totaal voor mijn handschoen maak ik 5 toeren met halve stokjes rondhaken. Je hecht hier aan, daar waar je het laatste stokje hebt gemaakt voor je duim. Daar plaats je gelijk een nieuw stokje. Dus we gaan eigenlijk een paar steken meerderen. Dat is 1. En dan haak je rond. Alle steken plaats je 1 half stokje. Nu ben ik rond, dan ben ik bij het laatste ruimte waar het stokje hebben gehaakt voor de duim. Daar haak je nog een stokje in. Dan doe je eigenlijk een beetje de duim opzij. Dan zie je eigenlijk nog 2 mogelijkheden om een stokje te plaatsen. Dat is hier. En dat is daar. Dus eigenlijk een beetje waar die paar stokjes in één gat zitten. Daar haak je er ook nog eentje in. En hier. Dan heb je in totaal 5 halve stokjes bijgehaakt. Nu ga je nog 4 toeren rondhaken, zonder meerderingen. Alle steken die je tegenkomt, haak je een half stokje op. En dan gaan we zo direct beginnen met de wijsvinger.
Doordat we dus in het begin een aantal steken bij hebben gemaakt, heb je hier nu dus ook in plaats van 3, heb je 4 stuks ertussen. Dus ik heb ze gemarkeerd. Hier 4 tussen, daar 4 tussen en daar 3 en daar 4. 4, sorry. Ja? Nou, dan gaan we beginnen. Die eerste steek doen we gelijk een half stokje. Draai het werk. En bij je volgende steken marken de witte, plaats weer een half stokje. En dan ga je rond. En dan sluit je de toer met een halve vaste. Nu heb ik het eerste gaatje gemaakt voor de wijsvinger. Je gaat nog de gewenste toeren haken totdat je hier bent, halverwege je vingerkootje. En de laatste toer maak je weer met, met vaste. Hecht je draad af en dan gaan we door met het volgende vingertje, de middelvinger. We gaan nu de wijsvinger maken. Hier heb ik het stokje gehaakt van de middelvinger. Hier heb ik het stokje gehaakt van de wijsvinger. Daar hecht je draad aan. Dan gaan we. Stokje, half stokje ernaast. Dat is de eerste. Nummer 2, half stokje. Derde halve stokje. En het vierde halve stokje kom je bij de stekenmarker uit. Dan draai je het werk. Dan ga je naar de stekenmarker die opgelijnd is met die andere. En daar haak je ook weer een half stokje. Dus nummer 5. Even kijken. Ja. Dus nummer 6. Nummer 7. En nummer 8. Dan zie je hier het hoekje waar het halve stokje is van de wijsvinger. Daar haak je nummer 9 in. Zorg ervoor dat je goed de steken pakt. En hier moet je even goed kijken waar je nog een stokje, half stokje bij kan plaatsen. Dan maak je nummer 10 en nummer 11. Waarom hier? Zo krijg je geen gaten tussen de vingers in. Sluiten met een halve vaste. Nu heb je de eerste toer gemaakt van de middelvinger. Dat haak je door tot je weer halverwege bent. En de laatste hecht je weer met een ronde vaste af. Zoals ik hier ook gedaan heb. Ik heb hier 5 toeren halve stokjes gedaan. Plus 1 toer halve vaste. Ik zal bij de middelvinger dus 6 toeren halve stokjes plus 1 toer halve vaste. Datgene wat je nu hier gedaan hebt herhaal je hier. En herhaal je hier. Je zal hier uiteindelijk dus 2 steken minder hebben. Hier heb ik de 11, daar ga ik de 11 creëren en daar ga ik de 9 creëren. Of zelfs nog 8. Moet je even kijken, want pinkje is vaak de dunste vinger van de hele hand. Dit gezegd, dus 4 stokjes, halve stokjes opzetten. Andere kant 4 halve stokjes plus 2 stuks in de body van de wijsvinger. En eentje in het begin erbij, zijn de 11. Die haak je rond. Laatste toer vaste. Die herhalen en die herhalen. En dan heb je je handschoen klaar.